Niet alleen BelSimpel.nl, ook andere succesvolle online warenhuizen duiken steeds vaker op in het straatbeeld. Nou, we gaan naar de winkel op de Vismarkt. Dat is onze allereerste BelSimpel winkel. Martijn is daar al en die kan ons ontvangen. Dan kunnen we daar even een kijkje nemen. Goedemorgen, jij bent er al. Ik ben er al. Jij hebt alles al aan kant, zie ik. In 2014 opent BelSimpel.nl de eerste winkel aan de Vismarkt in Groningen. Inmiddels hebben ze er al 7, door het hele land verspreid. Maar waarom kiest een online webshop er toch voor om fysieke winkels te openen? Dat is een best wel populaire vraag de laatste tijd onder ondernemers, van clicks en bricks. Wij zijn heel erg vanuit de e-commerce gedachte die winkels geopend. Dus om het e-commerce platform daarmee te versterken. Dus vooral om iets extra's te kunnen bieden aan de klanten, zeg maar, die we al hadden. Wat we toen al hadden en nu nog steeds, is dat we dus overal ook de site als basis gebruiken voor prijsinformatie, productinformatie. Ja, wij gebruiken de tablets die naast ieder toestel liggen. Die gebruiken wij gewoon om de klant van informatie te voorzien. Ja, dat is heel handig. En klanten kunnen dat zelf ook gewoon op de tablets doen. Als je ondernemer bent en je hebt een webshop, wil je eigenlijk een beetje dezelfde route volgen als wat wij hebben gedaan. Dan moet je heel erg goed nadenken over wat is de positionering van je winkel in je totale aanbod aan je klant. En bij ons is dat een ondersteuning. Dus het gaat niet om de winkels. Dan zouden we de hele website bij wijze van spreken zorgen dat je naar de winkel gaat. Wij doen dat andersom. Wat je online voelt, dat moet dan ook de overhand krijgen in de winkel. Wij hebben niet afwijkende dingen voor winkels gemaakt. Alles is wat we ook op de site gebruiken. Met de juiste strategie weet BelSimpel de concurrent aan de overkant van het plein, Phonehouse, achter zich te laten. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik met name een gevolg van een efficiëntiestrijd. Martijn en zijn team en ook in de andere winkels van ons doen ze ontzettend hun best, maar retail is een relatief inefficiënt kanaal. Waar wij best wel toch alle waste proberen ervan af te schrapen, doet niet iedereen dat. Ja, dan moet je ook meer geld verdienen om dat te compenseren. Daar komt het eigenlijk op neer.